verspreiden zijn met het oproepen om niet op de Partij van de Arbeid te stemmen. Ja. Er zijn mensen die een beetje moeite hebben met de komst van de cultuurpaleizen. Ja. 181 miljoen. Ja, minstens. En zeggen ze van, joh, dat geld kun je beter besteden aan armoedebestrijding. Veel mensen in deze stad die kunnen moeilijk rondkomen van hun inkomen. Kunnen de huur niet betalen. Hebben weinig geld voor kleding, voor eten enzovoort. Dus, wat is jouw reactie erop? Ja, nou, ik ben het op zich eens dat we geen 181 miljoen, het wordt gewoon meer, maar dat houden we even terzijde, gaan uitgeven aan een cultuurvorm. Wat veel goedkoper ook kan bestaan uit het vernieuwbouwen, zal ik maar zeggen, van de bestaande twee locaties. Hè, van het danstheater en van het, het muziekcentrum. En het apart houden van het conservatorium, wat ook opgeknapt moet worden. Nou, we hebben dat uitgerekend en dan kom je uit ongeveer op een bedrag, inclusief de 20 miljoen, die nu al is uitgegeven aan allerlei voorbereidende maatregelen, kom je op een bedrag van 85 miljoen. Nou, dat is altijd veel goedkoper dan zeg maar die 181. En dat geld dat hebben we keihard nodig, omdat we erg veel mensen hebben die werkloos zijn. Dat zijn 4 stadions met van ADO, helemaal vol. En 7 stadions zitten helemaal vol als het gaat om mensen in de armoede. Nou, wij zijn altijd voor de mensen die het moeilijk hebben. Dus als Partij van de Arbeidman zeg ik, we gaan het geld beter gebruiken. Werk, werk, werk en mensen uit de armoede helpen. En dat kan door werk, maar soms moet je ze wat extra in de rug duwen. Dus wat jij zegt nu is, jongens, jullie hebben gelijk. En als we straks met een sterke zeg maar PvdA in de raad komen, dan wordt dit plan herzien. Ja, nou, het is zonder meer, want je moet natuurlijk niet gaan oproepen om niet op de PvdA te gaan stemmen. Kijk, je kunt het dat niet eens zijn met het spuivoren, dat ben ik ook niet. Maar er zijn natuurlijk 90 andere zaken die zo belangrijk zijn dat het waard is om toch door te knokken. Dat doe ik ook. Je moet ook de partij van binnenuit veranderen. Nooit weglopen, dat vind ik belangrijk. De strijd aangaan, dat hoort altijd bij PvdA'ers. Dat doe ik ook graag aan mee, want het gaat om oprechte zaak. Maar bijvoorbeeld het ene punt, stel je voor dat hier de PVV en de VVD het voor het zeggen krijgen in deze stad. Nou, dat betekent gewoon geheid afschaffing van de ooievaarspas. Wat op zich betekent dat iedereen met een inkomen tot 130% van het minimum nou zelf niet meer actief kan zijn met sport. Zijn kinderen ook niet meer op sport kan doen of een culturele vereniging een lid kan maken. Kortom, dan worden de mensen verplicht thuisgezet en de rijken gaat het beter en de armen gaat het slechter. Dat kan natuurlijk de Partij van de Arbeid niet goedkeuren. En daarom moeten we wel de Partij van de Arbeid stemmen. Maar kritisch zijn kan altijd. Ja, wat je zegt eigenlijk, hè, de Partij van de Arbeid is meer dan alleen het cultuurpaleis. Natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk. En als je alleen maar om het cultuurpaleis niet zou gaan stemmen, dan laat je een hoop zaken liggen. Ja, ja, en ja. Dat vertrouw je toe aan anderen die misschien het met minder voor je gaan doen. Ja, nou, dat is wel zeker dat ze minder gaan doen. Want, nou ja, ik noem maar even het spookbeeld dat de PVV en de VVD iets met elkaar gaan doen in deze stad. Wat zou dan gebeuren? Nou, dat betekent geheid afschaffing van de ooievaarspas, wat ik vertelde. Maar dat betekent ook verdere verlaging van de omzetbelasting, of omgeroerd belasting moet ik zeggen. Dat is de belasting die huiseigenaren moeten betalen. Nou, dat is natuurlijk heel fijn, maar het betekent wel dat je ook veel minder voorzieningen krijgt om de straten schoon te houden. Dus ondergrondse containers te plaatsen. Ook groente krijgen in je straten. En wat wij willen als Partij van de Arbeid is dat de burgers in hun straten veel meer voor het zeggen krijgen. Waar wij het mee eens zijn is dat we te veel afstand hebben gehad de afgelopen 4 jaar en de jaren ervoor ook al tot de burgers. Dat moet anders en de burgers krijgen meer te zeggen. En dat betekent dat ze meer vrijheid krijgen, ook over wat de ambtenaren moeten gaan doen in het stadhuis. Nou, dat zal de VVD nooit doen en dat zal de PVV al helemaal niet doen. Dus ik begrijp de pijn, maar doorknokken om dat forum weg te houden, beter te besteden dat geld, maar echt gaan voor de strijd voor werk voor de mensen en daarmee de mensen uit de armoede halen. Dat is enorm belangrijk. Nog een punt, Gerard, in dat licht. Hè? Wat je ziet is dat vroeger het een vanzelfsprekende zaak was dat met name de allochtonen als automatisme PvdA. Ja. En je ziet dat er meer kritische geluiden komen uit die hoek. Hè? Dat mensen zeggen van hallo, het is niet meer zo vanzelfsprekend. Nee. Wat is er gebeurd dat die mensen vervreemden van jullie? Ja. Nou, dat is een terechte constatering die eigenlijk al een jaar of 6 terug, ik zit nu 8 jaar in die raad, een jaar of 6 terug is dat eigenlijk al begonnen. Dat de mensen eigenlijk veel van de PvdA verwachten en dat vind ik hartstikke terecht. En als ze dan zien dat betaald parkeren in de straten wordt ingevoerd met alle kosten van dien. Sterker nog, 4 jaar terug toen ik begon, toen was het tarief in de Schilderswijk en Transvaal hoger als het tarief uit de Laan van Meerdervoort. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nou, daar hebben de mensen terecht bezwaar tegen gemaakt, hebben we ook veranderd.
Anderzijds, mensen vragen ook om stageplekken, terecht. Het zijn allemaal Hagenaars en Hagenezen, waar je ook vandaan komt. En dat is ook een goed teken dat ze zich dus laten horen en kritisch worden. Want dat is het teken dat ze serieus genomen willen worden. Niet zomaar stemmen en dan weer via hun mond houden. Dus ik juich het altijd toe. Maar ze willen stageplekken voor hun kinderen. En ze willen zelf ook werk, want dat is de beste garantie om uit de armoede te komen. En ze willen ook een huis wat netjes onderhouden wordt van de woningbouw, die straks geen geld meer heeft. En daar zijn die mensen kritisch in. Ze verwachten heel veel van de Partij van de Arbeid. Daar ben ik ook trots op, dat wij zoveel verwachtingen blijkbaar wekken. Maar die moeten we ook waarmaken. En dat kan veel beter. Ja, we gaan het over al die punten straks hebben. Graag. Waar het idee is, denk dat de mensen eigenlijk de pijn voelen. Ja. Dus dat staat allemaal ook in het partijprogramma. Ja. Dat nemen we straks even, zeg maar, met jou door. Goed. Nog een punt. 50% ja. heeft gezegd dat op 19 maart zijn voornemens zijn thuis te blijven. Ja. Ja. En de verklaring daarachter is dat ze zeggen van joh, de afstand tussen politiek en burger, dus is groter en groter en groter geworden. Dat klopt. Ja. En ik weet dat jij toch iedere dinsdagavond een wijkspreker houdt. Ja, dat klopt. Nou, het is inderdaad.